allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een nieuwe collectie van I Heart Revolution testen. En het is echt de meest schattige collectie ever. Ze hebben een samenwerking met Disney. En om precies te zijn hebben ze een samenwerking met Aristo Cats. En dat zijn echt de meest schattige katten ever. Iedereen die mij kent weet dat ik een kattenpersoon ben. Ik ben over het algemeen ook een hondenpersoon. Ik ben gewoon een dierenpersoon. Maar ik zelf heb ook een kat, Susu. En ik ben echt een van die mensen die de kat als haar eigen zoontje ziet. Dus toen ik deze collectie zag, ik dacht echt, ik moet het hebben. Ook al vind ik de collectie niks, gewoon puur het feit dat er overal van die schattige kattenpootjes opstaan en dat soort dingen. Ik dacht echt, oh my god, ik heb schijt of de kwaliteit goed gaat zijn. Ik moet deze collectie gewoon hebben. Ook ben ik gelijk bericht door een aantal van jullie of ik deze collectie wilde reviewen. Dus ik heb hem gewoon gelijk helemaal besteld bij Boozy Shop. Het is niet zo'n hele grote collectie, maar toch ga ik hem reviewen. Ik merk echt dat, make-up merken de laatste tijd met wat kleinere collecties uitkomen. Vroeger kwamen ze echt met mega collecties. Maar de laatste tijd, elke keer als er een nieuwe collectie is, zijn het echt maar 4 of 5 producten of zo. Dat valt me echt op. Ik weet niet waarom dat is. Misschien omdat corona is en zo. I don't know. Maar goed, ik ga dus deze collectie vandaag testen. En ik hoop natuurlijk gewoon dat de kwaliteit heel erg goed gaat zijn. I Heart Revolution is een dochterbedrijf van Makeup Revolution, voor de mensen die het niet weten. En I Heart Revolution is sowieso altijd wel een beetje schattig en cute. Als je al hun producten ziet, dan zie je ook gewoon dat de vibe van dit merk gewoon heel cute en schattig en zo is. En deze collectie is gewoon precies dat. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Pak er iets lekkers bij. Iets te eten, iets te drinken. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oh jongens, ik heb een nieuwe haarspray. En die geur blijft gewoon hangen hier. Deze haarspray. Deze moet je echt niet kopen. Van Lee Stafford of zoiets. Hairspray. Nou, ik heb die vandaag gebruikt. En de geur hangt hier gewoon nog steeds. En het is nou echt al zeker een half uur verder. Echt vreselijk. Het voelt helemaal alsof ik helemaal chemische shit nou aan het inademen ben hier. I don't like it. Oké, dat was even iets heel randoms tussendoor. Oké, laten we beginnen. Deze collectie. Ik heb alles gekocht. Echt letterlijk de hele collectie. En het hoofdproduct van deze collectie is het oogschaduwpaletje. Dus daar gaan we mee beginnen. Kijk, deze verpakking. Is dit niet echt de meest schattige verpakking ever? Met zo hier Stay Sassy. Wie heeft allemaal Aristo Cats gezien? Let me know beneden in de reacties of je die hebt gezien vroeger. Ik heb hem wel gezien. En ik vond hem gewoon leuk. Aristo Cats is niet een van de meest bekendere Disney films dingetjes. Maar het is wel heel erg leuk als je ook houdt van katten en zo. Dan vind je het sowieso heel leuk. Oh, hierachter staat ook zo Stay Sassy. Ik vind het echt zo cute. I love it. Dit is echt helemaal mijn ding. Als ik een dier was geweest, dan was ik echt gewoon precies dit geweest. Laten we hem eruit halen. Oké, dit is dan het paletje. Het lijkt gewoon precies op de verpakking waar het in zat. Oeh, en het is zo'n tweezijdig paletje, zeg maar. Je krijgt echt een heleboel kleuren. Matte en glanzende kleur. Het is echt heel erg veel. En het is dus zo dubbelzijdig. Je kunt hem zo openmaken als een boek. En alle matte kleuren hebben zo'n kattenpootprinter op. Dat is echt super, super cute. En hier zo in het midden heb je zo'n plasticje, zodat de kleuren niet allemaal in elkaar gaan mengen of en zo. Je kunt dit plasticje eraf halen, maar dat zou ik persoonlijk niet doen, want ja, nogmaals, anders gaan dus de kleuren mixen. Dit ziet er allemaal echt heel erg cute uit. Over het algemeen is de kwaliteit van I Heart Revolution gewoon altijd wel oké voor de prijs. Het is niet super, maar ook niet heel slecht ofzo. Dus ik verwacht ook gewoon een klein beetje dat. Oh mijn god, dit plasticje is eraf aan het gaan. Oké, whatever jongens. Ik heb hem er gewoon afgehaald. Het ziet er gewoon heel goed uit. De kwaliteit is gewoon oké. Het is gewoon zo van dat karton. Dus het ziet er gewoon allemaal heel goed uit. De kleuren zien er ook heel goed uit. Ik ga niet dit hele paletje swatchen. Dat doe ik nooit, want dat vind ik onzin. Ik ga er gewoon gelijk een look mee maken. Ik heb al een look in mijn hoofd die ik wil gaan maken. Maar nu ik zo naar dit paletje kijk, ben ik aan het twijfelen of ik misschien 2 looks wil maken. Wat willen jullie jongens? Konden jullie mij maar antwoorden? Elke keer weer heb ik dit probleem. Ga ik 2 looks maken of 1 look? Elke keer weer ben ik daarover aan het twijfelen. Ik had wel 1 hele leuke look in mijn hoofd. Maar ik zie allemaal zoveel leuke kleuren die ik wil gebruiken. Dat ik nou echt aan het twijfelen ben. Oh my god. Approximately 10 hours later. Ik denk toch dat ik gewoon 2 looks ga maken. Want dan kun je gewoon gelijk 2 lookjes zien met het paletje. En dan heb je weer een beetje extra inspiratie. Was niet mijn planning vandaag. Maar ik ga het toch gewoon doen. Oké, we gaan dus gelijk hiermee beginnen. Laten we even inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met het primer van mijn oogleden. Met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Deze is echt ideaal als oogschaduwprimer. Hij is al wel bijna op. Dus ik moet echt een nieuwe
gaan halen. Mijn wimperrand hier is nog steeds ontstoken. Dus de oogschaduw gaat zo hier beneden niet heel goed oppakken. Dus dan weten jullie dat in ieder geval alvast. Ik overdrijf niet als ik jullie zeg dat die haarspraygeur hier gewoon nog steeds hangt. Oké, ik ga beginnen met dit rechteroog. Dit rechteroog wil ik een beetje schattig en cute maken. Een beetje gewoon de vibe van de collectie. Dus ik ga voor dit oog vooral een beetje de roze kleur en zo gebruiken. Ik ga beginnen met de roze matte kleur hier. Die heet Marie. Die breng ik aan met mijn Zoeva Fluffy Quast nummer 228. En die breng ik zo aan in mijn hele arcadeboog. Wauw, dit is echt een hele mooie roze kleur. Dan pak ik de feldere roze matte kleur, die heet Beloved. En die breng ik dan ook aan in mijn arcadeboog. Maar ik blijf nou een beetje onder die andere kleur. En dan ga ik het allemaal goed roze maken. Dan pak ik de paarse matte kleur hier, die heet Verlijn Beat of zoiets. Die ga ik aanbrengen met deze platte fluffy kwast van Zoeva nummer 227. En die kleur ga ik dan aanbrengen hier in de buitenste hoek. Oké, die kleur is echt iets minder goed. Hij heeft echt bijna geen pigment, zie je dit? Er komt echt bijna niks van af, terwijl hij best wel donker paars is in het paletje. Dat is wel jammer, maar ik breng gewoon even iets meer aan. Oké, dan ga ik even snel een halve cut crease maken met concealer. Ik besef me gewoon net dat ze niet echt een mooie, felle, roze, glanzende kleur hebben in het paletje. Zie je dat? Het was wel mooi geweest als ze die ook hadden gehad. Want nou weet ik niet echt wat ik moet aanbrengen op mijn ooglid. Misschien gewoon een hele lichte kleur of zo. Ik ga in met deze wit geglanzende kleur, die heet Oulala. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray en dan ga ik die kleur aanbrengen over mijn hele ooglid. Oké, je moet hem echt aanbrengen met je vinger, want dan komt er echt veel meer vanaf. Maar daar hou ik niet van. Nou, met een kwast komt er echt bijna niks van af. Dat is zo irritant. Dan pak ik weer een beetje van die paarse kleur Feline Beat. En dan ga ik die hier weer een beetje inblenden met die glanzende kleur. Zo, en dan is het voor nu, voor dit oog, wel gewoon klaar zo. Ik laat het gewoon voor wat het is. Oké, dan ga ik nu beginnen aan dit oog. En dit oog ga ik een beetje donkerder maken. Ik ga er iets meer donkere kleurtjes gebruiken. Ik ga beginnen met een beetje grijzige matte kleur hier. Die heet Whisker. En die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de kleur hier. Die heet Wee Wee. Ik weet niet of die misschien iets te donker gaat zijn, maar... ik heb schijt. Ik maak het gewoon lekker een donkere look. En deze kleur breng ik ook aan in mijn arcadeboog. Ik maak precies dezelfde look als hier, alleen met andere kleuren. Dan ga ik in met de donkerste kleur in het paletje. Die heet Rockford. En die ga ik dan ook weer met mijn platte fluffy kwast zo aanbrengen in de buitenste hoek. Ook die kleur is niet heel donker. De echte donkere kleuren zijn niet echt heel donker. Kijk, zie je dit? Het valt echt een beetje tegen, maar oké. Deze donkere kleuren gaan ook echt overal heen. Kijk dit hier helemaal. Zo annoying. Ze blijven gewoon niet netjes op hun plek zitten. Dan ook weer even hier een halve cut crease maken. Oké, ik ben al aan het twijfelen welke van de donkere glanzende kleuren ik ga gebruiken. Er zijn echt veel mooier. Ik denk dat ik voor de kleur hier ga, die heet Do Me Si Do. Ik ga denk ik twee kleuren doen. Ik ga die kleur in het begin aanbrengen en dan daarnaast zo'n andere kleur. Ja, ook deze kleur pakt niet echt geweldig op met een kwast. Wat een gezeik is dit, jongens. Nou, met mijn vinger ook niet echt. Oh, dit paletje is wel een beetje hard werken. Ik wil echt gewoon bijna niks oppakken. En jongens, ik ben er echt helemaal in aan het gaan. Hè. Kijk dit. Ik ben er echt gewoon helemaal zo in aan het gaan om het helemaal zo kapot te maken en alles. En dan pakt hij wel een klein beetje op, maar alsnog niet heel veel. Wat een gezeik. Dan ga ik nu in met de glanzende kleur hier, die heet Scales. Die lijkt mij ook echt heel erg mooi. En die breng ik gewoon zo een beetje ernaast aan of zo. Of erop, wacht, ik ga die erop doen, want dit is een beetje zo'n rare holographic-achtige kleur, zie je dit? Ik ga die andere kleur eerst aanbrengen, Do Mi So Do of zoiets. Die breng ik gewoon aan over mijn hele ooglid en dan doe ik die andere erop. Ik ben letterlijk die kleur helemaal kapot aan het maken. Jongens, kijk even wat ik heb gedaan met deze kleur hier. Het is wel echt een prachtige mooie grijze kleur. En dan pak ik nou die andere kleur, Scales. Deze beetje gekke holographic kleur. En dan breng ik die er gewoon een beetje zo op aan. We gaan gewoon vandaag kleuren mixen. En dan pak ik weer die donkere matte kleur Rockford. En dan ga ik die hier ook weer inblenden met de glanzende kleur.
Oké, jongens, dan hebben we hier helemaal de happy kant en hier helemaal de dark side. Ik ga even een beetje opruimen met de make-up wipe. Oké, jongens, ik heb even mijn gezichtsmake-up gedaan en dan kunnen we nou verder gaan met de ogen. Ik kan nou verder gaan met de onderkant van de ogen. Ik ga deze roze kleur aanbrengen op de onderste wimperrand bij dit oog. En bij de andere wimperrand ga ik deze donkere kleur aanbrengen hier. Oké, mensen, dit is dan voor nu de twee ooglooks. Echt super leuk. Ze zijn echt heel erg anders. Hier is het echt zo helemaal happy de peppy. En hier is het helemaal zo dark. Ik ga even nep wimpers opdoen en dan kom ik zo terug. Oh mijn god, jongens, even iets anders. Deze wimpers. Ik ben echt obsessed. Kijk hoe mooi deze wimpers zijn. Is gewoon deze set van Shein. Voor like 5 euro heb je echt kapot veel wimpers. Wie heeft allemaal mijn laatste Shein video gezien? Daarin heb je gezien dat ik deze toen niet had opgedaan, want ik had nog andere. Maar ik heb spijt, want deze zijn veel mooier. Oh mijn god, ze zijn wel heel lang en heel heftig, maar daar hou ik van. Echt, I love it. Ik ben echt helemaal obsessed met deze wimpers. Ik ben helemaal enthousiast. Ik ben enthousiaster over de wimpers dan de oogdoek. Oké, maar goed. Dit is het dan. Wat vinden we ervan? Laat me weten wat jullie fave kant is. De meer happy, vrolijke, roze kant. Of de meer donkere, grungy kant. Wat vinden jullie leuker? Ik persoonlijk hou van happy, dus ik hou van deze kant. I love it. Allebei de looks gingen op zich. Oké, deze look ging beter dan deze look, maar... whatever, het ging oké. Laten we gewoon verder gaan met de rest van de producten. Het volgende product is een highlighter, dus we gaan weer eventjes uitzoomen. Oké, dan gaan we verder met de highlighter. Ook weer de meest schattige verpakking ever, jongens. Oh my god. Door al deze verpakkingen wil ik nou gewoon echt een witte kat gaan aanschaffen. Ik heb een zwarte kat en dan ook een witte. Dat zou echt leuk zijn, een zwarte en een witte kat. Maar ik mag geen kat meer van mijn moeder, dus whatever. Deze heb je in 3 kleuren en ik heb de kleur Duchess, als ik het goed uitspreek. Die leek een beetje goudachtig of zo. Dit is dan de verpakking. Kijk even hoe cute. Hij reflecteert. Hij reflecteert echt superveel, dus ik moet hem echt een beetje zo schuin houden. En dit is dan hoe de binnenkant eruit ziet. Je krijgt een spiegel en er zit ook weer zo'n kattenpootafdruk erin. Ik moet zeggen, deze verpakking is echt hele goede kwaliteit. Hij is best wel chic, ook zo'n grote spiegel en alles. Dus het ziet er allemaal wel goed uit. Oeh, de highlighter voelt zacht aan. Zouden ze dat expres hebben gedaan, zo zacht maken? Omdat het allemaal over katten gaat en katten zacht zijn? I'm not sure. Oeh, hij lijkt echt super heftig. Hij is heel mooi goud. Kijk, dit is de kleur. Oh, hij voelt echt zo zacht aan. Het voelt helemaal aan alsof je gewoon letterlijk een kat aan het aaien bent. Oké, laten we hem gaan aanbrengen. De highlighter kwast die ik gebruik is mijn Morphe R36 kwast. Ik gebruik er nooit een andere. Ik heb echt het gevoel dat hij echt super heftig gaat zijn. We pakken gewoon een klein beetje zo. Nou, op zich valt het wel mee. Het is niet echt super heftig. Maar het is wel opbouwbaar. Als je gewoon meer aanbrengt, dan word je ook echt wat heftiger. Het is wel echt zo'n highlighter met veel structuur. Dus voor mensen die al veel structuur hebben op hun huid, gaat het echt niks zijn. Dus als je echt acne hebt of puistjes, dan ga je dit niet zo fijn vinden. Ik vind het altijd gewoon wel gewoon mooi. Ik vind het wel gewoon oké. Voor mij maakt het niet echt per se uit. Oké, op zich is het echt wel mooi. De kleur is echt fantastisch. De kleur vind ik echt perfect voor mijn huidskleur. Maar nogmaals, het is wel zo'n highlighter die echt structuur laat zien en zo. Ik weet dat veel mensen daar niet van houden. Ik persoonlijk vind het nog net oké. Ik vind het nog net gewoon gaan. Dus ik vind het op zich wel gewoon mooi. Oké, dan de laatste producten zijn voor de lippen. Lipglossjes. En ik heb ze alle drie gewoon gekocht. Want ik dacht, laten we ze gewoon alle drie gaan opdoen. Je hebt 1 nude doorzichtige en 2 meer wat fellere. Dus laten we gewoon allemaal gaan uitpakken. Dit zijn dan alle drie de kleuren. Je hebt een beetje een rozige, een bruinige nude en een witte doorzichtige. Ik moet zeggen dat de glossjes er echt heel erg mooi uitzien. Ik vind het ook fijn dat het echt 3 hele verschillende kleuren zijn. Want dan heb je gewoon echt 3 hele verschillende opties. En dat is gewoon heel fijn, want bij elke huidskleur past iets anders. Bij mij past gewoon echt elke kleur lipgloss met mijn huidskleur. Dus dat is altijd wel fijn. Dus ja, laten we ze gewoon gaan proberen. Ik heb nou een lipbalmpje op, dus die moet eraf. Ik ga beginnen met de bruinige. Die heet Toulouse. Volgens mij zijn alle namen van deze lipgloss de namen van de katten. Het ruikt echt heerlijk naar chocola of zo. Oké, dit is dan de lipgloss kleur Toulouse. Ik vind hem heel erg mooi. Hij ruikt echt heerlijk, echt naar chocola. Ik wil nou echt gewoon chocola gaan halen. Hij ziet er echt heel erg mooi uit. Hij voelt er gewoon aan. Hij is niet plakkerig of zo. Hij voelt ook lekker zo dikkig aan. Ik vind hem heel fijn aanvoelen. Het voelt niet echt aan als een cliché lipgloss. Het voelt een beetje aan als een soort van cream lipstick of zo. Het voelt een beetje aan als een crème of zo. En dat vind ik heel erg fijn. En dat blijft vaak ook beter zitten op de lippen. Dus deze kleur vind ik heel mooi. Echt zo'n beetje een bruinige nude-achtig kleurtje. Dan ga ik verder met de roze kleur. Deze kleur heet Berlioz.
Oké, jongens, dit is dan de meer roze kleur. Deze is wel echt een beetje anders dan deze, want deze is best wel gepigmenteerd en bruin, terwijl deze dat niet is. Het lijkt gewoon een beetje op een clear gloss. Je ziet het roze ja, echt een heel klein beetje. Dus het is echt gewoon een doorzichtige gloss met een hele lichte roze tint erdoorheen. Dus wel echt heel erg anders dan deze. Qua formule voelen ze wel allebei hetzelfde aan. Ook zo een beetje crème dikkig en zo. En gewoon heel erg mooi. Dus ook deze vind ik fijn. En nou gaan we verder met de laatste, Marie. Oké, nou dit was echt iets wat ik echt niet had verwacht, maar het is helemaal zo holographic. Zien we dit? Ik dacht echt, dit wordt gewoon een doorzichtige gloss. Ik had echt niet verwacht dat het er helemaal zo zou uitzien. Maar op zich, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel een tikkie te licht voor mijn huidskleur, maar ik denk dat als je een lichte huidskleur hebt, dit echt heel erg mooi zou zijn. Dus als je een doorzichtige gloss wilt, dan moet je dus gaan voor de roze en niet voor de witte. Dus dat is wel handig om te weten. Maar dit is dus de laatste kleur. Nou jongens, dit was het dan. Dit is de look met de hele iHeart Revolution X Aristocat collectie. Wat vinden we ervan? Ik ben echt wel blij met hoe ik eruit zie. Ik vind het allemaal heel erg mooi. Het is niet allemaal heel perfect gegaan. Ik zal beginnen met dit oogschaduwpaletje. Ondanks dat ik hem er echt heel mooi uit vind zien, de kleuren heel mooi vind en het echt een heel veelzijdig paletje is, ga ik hem toch jullie niet aanraden omdat ik echt te veel problemen had. Die glanzende kleuren, je moet ze echt gewoon bekant kapot maken om er een beetje pigment van af te krijgen. De matte, de donkere kleuren gingen echt overal heen. Het enige wat ik wel goed vond waren de twee roze kleuren hier. Maar ook die paarse kleur hier had niet genoeg pigment. Dus ik vind de kwaliteit gewoon echt niet zo goed. Dus deze ga ik jullie gewoon niet aanraden, hoe cute ik hem ook vind. Dit highlightertje is op zich wel gewoon cute. Hij is gewoon mooi. Let dus wel op. Hij heeft echt wat structuur. Als je dat niks vindt, moet je hem vooral niet kopen. Maar op zich vind ik hem wel gewoon mooi. Ik vind ook de kleur heel mooi. En hij is heel mooi opbouwbaar. Maar ik denk dat echt de winnaars van vandaag echt wel deze glossjes zijn. Ik vind de glossjes echt heel erg mooi. Ik moet wel zeggen dat de kleuren op de website niet echt overeenkomen met de kleuren in het echt. En ik echt andere dingen verwachtte dan wat ik heb gekregen. Maar daarvoor maak ik dus deze video's om dat jullie te laten weten. Als je wilt gaan voor een doorzichtige gloss, ga dan voor de roze. Als je een mooie bruine kleur wilt, ga dan voor deze. En als je een beetje holographic wilt, ga dan voor deze zilveren. Maar ik vind ze echt alle drie heel erg mooi. Laat me weten wat jij van de collectie vond en van deze make-up look. Ga jij de collectie ook aanschaffen? Laat het me even allemaal weten beneden in de reacties. En als je nog andere collecties wilt zien, laat me ook even weten wat je nog wilt zien. En ik hoop zoals altijd weer dat ik een lach op jullie gezicht heb gebracht vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik laat hier nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!